dit bijzonder. Zeg, wat zoek jij nou op jouw leeftijd in een coach? Vertel eens. Wat ik zoek? Ja. Een gehoorexpert. Iemand die goed luistert, dat zijn wij. Ja. Oh, wie ik wil kiezen. Ja, daar komen ze. Je weet waar je mee doet, het programma dit bij de coach. Ja. Wat zoekt u in een coach? Sponsoring. Wat belangrijk is, hè, voor dit vervolgtraject, ja, als coach zijn, is dat je elkaar goed verstaat. Oosten van het land. Maar ik articuleer wel veel beter dan al die mensen hier. Dat is waar. Dus ik hoop van harte dat u voor mij gaat. Als Mick op de bühne staat, dan heeft hij ongelooflijk veel aan. Ilse wil ook nog graag iets tegen je zeggen. Hi Ilse. Hi, ik zit hier. Ja, ik zit even. Ik heb mijn bril niet op. Oh, dat geeft niet. Altijd. In het verkeer ben ik heel erg agressief. Op dieven. Ik moet eigenlijk altijd mijn ramen dicht houden, want ik vloek iedereen stijf. Wegwezen! Wat is er dan? De voice. Ik heb al kromme vingers van de reuma. Kijk, een krom vingertje. Heel veel. Ik heb die sigaretten erheen gegaan volgens mij. Oh, nog? En mijn check heb ik daar al zo direct. Ja, ik moet echt zo lang. Hé, hey, Nobel, kijk. Ze hebben je check al gevonden. Oh, gelukkig. This Monday morning quarterback never lost again. Applaus. Hoe ging het voor jou? Ik stikte van de zenuwen, maar... Wat denk je? Heb je een bepaald gevoel of er een stoel gedraaid is of niet? Geen flauw idee, dus het houdt spannend. Het heet niet voor niks een blind edition. Hoe vind je hem? Omdat je, zodat je hem even kan voelen. Oh, kijk. Oh, Wassie. Oh, 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 oh. Dat lijkt ook, ik ga ook even. Sinatra, ja, moet ook even de beste, oh, ja, best is yet to come. Maar, Bob, ik heb dat stukje dus gemist. Wij staan nog ook in de rij, hoor. Oh, wij zijn er ook. Je mag ons ook voelen. Zo. Ja, als je blind bent, dan mag dat. Klik mee. Ja. Een Ilse die kan misschien een beetje op weg helpen richting de... Ja, je kan zeker. Ja, maar toch, toch. Ja, je kan zeker. Ja, maar toch, toch. Ik ken hem ook niet. Ik ken hem ook niet, nee? Ja. Heb je hem nog nooit gezien? Hij jou ook niet. Maar hij zag me wel zitten. Ja, 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 ja. Wil je niet in Amsterdam geboren? Die jou ontmoet, vergeet het niet. Nou, lekker hoor. Ja, sorry, John, je bent super enthousiast, dat is wat te horen, ja. Ik ben altijd enthousiast, Ilse. Dat is te gek. Maar het was ook wel zo enthousiast. Af en toe vloog het ook wel een beetje uit de bocht, hoor. Echt waar? Ja, een beetje, maar heel klein ben beetje. Ben ik echt uit de bocht gevlogen? Ja, af en toe wel, hoor, John. Ja. Doe dan. Ja, ik doe het zo, hoor. Ten! John, ik vond het helemaal geweldig. Nou, ik vraag nog één applaus en dan hoop ik dat we elkaar nog een keer weer zien. Ja, dat moet je niet gebruiken. Ho, 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 ho. Hoe vind je me? Ik ben Jimmy Belmartin. Dit is echt verdorie de beste auditie so far. Oh, fantastisch. Ik hoop dat u ook mij wil. En dat we dan samen gewoon deze hele zaken winnen. Gewoon, dat wil ik.
Dus kies voor mij. Dat is eigenlijk Maartje. Een verhaal eigenlijk. Ik kom met een boek uit, dus lees mijn boek maar. Oh ja, dat. Het is het allerbeste wat je kan doen. Er staat namelijk de waarheid in. Oh ja, goed. Ik kan je helpen. Papa, boem. En ik wil je de belofte doen. Ik sta op 5 december in Carré. En ik wil dat jij in Carré staat, ongeacht of je voor me kiest, ja of nee. Er zijn mensen die heel goed met oudere mensen kunnen omgaan. Dat is Geer. Nee! Nee! Echt? Ja! Wij vonden het toch niet zo goed. Annette, je bent gewoon perfect. Het is helemaal strontjeloers. Ja. Ik ben zo blij met jou. Ja, helemaal super. Ja, ja, doe mee. Doe eens dit. Yo. Hey. Oh, gaaf. Leuk. Mooi. Yes. Zing jij dan de lied of wat doe je? Of zing ik de lied? Half a world away, a thousand nights behind, I am still coming after you. The darkness of my days, the silence of my mind, I am still loving after you. I am still loving. Er staan daar allemaal prachtige mensen achter het raam. En wie zijn dat allemaal? Kunt u ons een beetje vertellen wie dat zijn? Die twee links jongens, die twee knappe jongens, dat zijn mijn zonen. Niet normaal. Randy en Danny. Er zit nog iemand mee te kijken vanuit thuis, denk ik. Een blonde mevrouw. Oh, dat is mijn vrouw. Oh. Goedenavond. Dag meneer. Wat leuk om u te zien en te horen. Toch wel. Ja. 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 En waarom heb je niet gedraaid dan? Hoe vind je me? De visie doet wonderen. Maar ja, ik heb tegen mijn familie gezegd dat ik aan de Voice of Holland meedoe. En ze zijn gelijk gevlucht naar het buitenland. Ja, ik hoop maar dat ze voor de kerstdagen weer terugkomen. Je hebt echt niet de jongens. En ik kom gistermiddag een fotowinkel binnen. Ik zeg, meneer, maakt u pasfoto's? Hij zegt, nee, al 12 jaar. Hoe vind je me? Hoe vind je me? Hoe vind je me? Dat zie ik. Ja, hij heeft gedrukt. Nou, het is... Dank u. Ik zal je heel even vertellen, Marjolein, dat het... Mijn god. Hij laat mij altijd vallen, dus bij deze ook. Maar dat is geen nieuws. Marjolein. Hoe vind je me?